eens even vertellen, hè? Mag ik over beginnen? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, ja. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Oh. 104. Hoe laat nu? 103. Hoe laat? 103. 14:15. 14:15. 103. 103. Ja. Het is dus 2 keer per minuut te hard, hè, dat daar geen misverstanden over bestaan. En normaal hadden we afgesproken, hij gaat op 101. En als hij nou op 103, wat we nu tellen, dus is 2 keer per minuut. Als hij morgen op 103 weer staat, kunnen we er gelijk uitlopen. Ja, dus als hij op 100... We werken morgen de hele dag, ja. Ja, dus het liefst hebben jullie dat we eruit lopen. Maar zeggen we van laat me zitten voor dat ene dagje. Dan draaien we dus gewoon door op 103 en dan gaan we s'avonds naar het Oriental Palace. Nou, dan gaan we weer verder. Chaka zei ook tegen mij ja. En net zei hij ook nog ja tegen mij. Oh ja, vuile flikker. Die trekken godverdomme zijn dikke teringlip over de bekken. Zeg het maar tegen hem. Staan we zo helemaal in elkaar. Zeg het maar. Laat hem maar hier komen. Ik duw godverdomme zijn vette bek door die machine. De vuile rotton. Die kennen het allemaal opknap. Ik knap godverdomme hier alles voor jullie op. Alles. En dan sta ik Jacob te bellen. En dan zeggen jullie in één keer. Nee, nee, nee. Oh, ik ben een beetje bang. Oh. Donderop. Dan ben je gewoon een boerenlul. Je staat 3 weken te staken, je bereikt wat. Nee, hij nee, houdt zich niet. Nee. Wel waar, hij houdt zich toch niet aan afspraken? Wij wel hoor. Hij draait toch te hard of niet? Staan jullie erachter? Ja. Waar achter? Nou, dat we dan stoppen met werken en dat we dan proberen om de boer stil te leggen. Zijn jullie nou gek of iets? Of zijn jullie hier? Hebben jullie een tik of zoiets? Willen jullie een bedrijf van 50 miljoen naar de kloot helpen? Nee. Zijn jullie gek of zoiets? Zet je maf, Kees. Uit donderstraal te god, gaat alsjeblieft weg. Rot op, vent. Zal ik je even zelf zelfstandig helpen? Godverdomme. Nee, wat rustig. Grote straat rent heen. Kom jongens aan het werk. Kom maar mee. We hebben afspraken gemaakt met Vermeer tot 2 keer toe. Ja, dan ga je naar Vermeer, dan ga je daar bespreken. Ja? En niet hier de jongens op zijn rij, want ik ben de gezeik zat. Alle twee. Wij praten namens de mensen. Kom maar jongens. We praten werk namens de mensen met Vermeer. Kom maar. Het zijn de gezeik zat. Het gezeik, dat zijn normale manieren om met mensen om te gaan. Kom op, Erkant, jongen! Normale manieren, gaat er weg. Jullie proberen een goed bedrijf met de kloten te helpen. We proberen een goed schip. Jullie zijn met 4 man binnen geweest hier om haken te tellen. Jullie kunnen niet eens tellen. Zo gek zijn jullie. Nou. Kunnen niet eens tellen.